We gaan nu proberen met JavaScript het modale venster zoals dat is hier te laten verdwijnen. En dat doen we dan op de volgende manier. We moeten natuurlijk eerst naar een variabele toe gaan. Bijvoorbeeld de modaal, laten we hem even noemen. En die is gelijk aan document.querySelector, zullen we maar even nemen. QuerySelector. En dan selecteren we dat ding dat deze hier staat met die modaal achtergrond. Dus dat is dan de hashtag modaal achtergrond. En die zouden we dan weer laten verdwijnen. Dan zou je hem dus kunnen, dat gaat in mijn JavaScript als volgt. Hij zit dus in een parent, in dit geval is dat de body. Maar we kiezen hem in dit geval dat we hem in ieder geval als een als node, als een DOM node hebben staan. Dan kiezen we zijn parent. Parent node. En dan kunnen we daarvan dus zeggen remove child. En dan kunnen we daar weer die variabele instoppen die we al hadden, modaal. Als we dit opslaan, dan, en het script is gekoppeld zo hier aan de onderzijde, dan kunnen we dat eventjes gaan testen. We gaan terug naar de pagina, we kiezen vervang. En we zien ook dat hij dus nu verdwenen is. Hij is ook gewoon uit de DOM hier verdwenen, staat er ook niet meer boven. Dus dat is een belangrijk item. We kunnen hem ook weer proberen terug te plaatsen. En dan moeten we ook weer een beetje rekening houden met de structuur van van het modale venster zoals we dat gezien hebben. We kunnen het modale venster hier als een figuurtje zien. We kunnen hier ook een schematische weergave hebben. Hier dus die eigenschap modaal. Daarin zit een modaal venster met die sluitknop en een modaal inhoud. En die modaal inhoud gaan we dan bijvoorbeeld voorzien van een deel van de inhoud. We pakken zo'n sectie eruit en die zetten we er dan gewoon in. Nou, dat gaan we hier dan proberen. We moeten ook hier dus weer aan de slag met bijvoorbeeld eenzelfde reeks. We gaan hier werken met modaal venster. Is modaal venster. En hier modaal inhoud. Ik hoop dat hij hier dus ook een hoofdletter heeft. Nee, heeft hij een onderkast. Het is hier beter om met een modaal inhoud hier hoofdletter werk. Ja. Modaal inhoud. En dan is het ook hier modaal inhoud. Deze elementen zijn dan dus gemaakt. En dan gaan we hier met die modaal inhoud eerst maar eens vullen. En dan vervolgens hem weer eventjes oproepen. Dit zijn gewoon wat vingeroefeningetjes om straks met hier met modaal venster te kunnen werken. Dus we kiezen hier bijvoorbeeld voor modaal inhoud. Punt. Append child. Die kunnen we daar een element invoegen. En we kiezen dan bijvoorbeeld hier die Begijnhof. Dus dat is een section met de ID. Dus doen we hier zo Begijnhof. Die kunnen we dan daar zo al inzetten. Dat is even goed om even te realiseren. Als we dus hier in JavaScript werken en ik klik hierin op Begijnhof. In de inspector geeft hij gewoon die sectie weer. Precies de sectie die hier zo zit. En ook hier zo mooi eindigt. Dus die kunnen we dan ook zo in JavaScript gebruiken.
Vervolgens gaan we die modaal inhoud, zit al dus in het modaal venster. Dan mag ik even kijken of dat hier ook het geval is. Daar zit dus ook een modaal inhoud al in. Die is weggehaald. Dus we gaan vervolgens kijken of we de modaal weer kunnen gaan toevoegen aan het document. document.body.appendChild. En dan kiezen we dat modaal. Dat hebben we als variabelen staan. Die hebben we hier dus van DOM verwijderd. Maar we kunnen hem ook weer toevoegen. Als we dit dan opslaan en we gaan terug. Deze moet ik eventjes opgeslagen hebben natuurlijk. Zo, ja. We versen hier de pagina. Dan zien we hier dus ook dat die begijnhof hier weer is toegevoegd. En de sluitknop is hier weer bij. Het is vervolgens een vrij groot stukje inhoud. Maar als we nu dus teruggaan en we kiezen hier bijvoorbeeld in plaats van begijnhof tram. Dan kunnen we ook steeds hier zo daar inhoud aan toevoegen. We moeten nog wel zorgen dat als er veel inhoud hierin zit, dat we daar aan kunnen werken. We kunnen ook zorgen dat die ietsje breder wordt. En toen was van 80, dan gaan we naar de 90 VH, zodat we wat meer ruimte hebben. Verversen hier zo. En nog steeds is er heel veel ruimte nodig. We kunnen ook in de CSS ervoor zorgen dat als het modaal venster er is, dat we de modaal inhoud in ieder geval van een scrollbalkje voorzien. Ook of hier zo'n scrollbalkje niet past. Dus dan zeggen we dat die een maximale hoogte moet hebben. Max height is 90 VH. En we zeggen dat de overflow, die is auto. Vers hier de pagina. En we zien hier dus dat we gewoon kunnen scrollen. We zien ook hier dat we een kleinere pagina hier hebben. Dus dat gaat goed. Dan gaan we kijken of we de straatjes kunnen toevoegen. En die werkt nu nog even niet. Hebben we één ding met straatjes. Ja. En dat betekent ook dat we in de verkeerde natuurlijk ingestopt hebben. Hier moeten die straatjes komen. En zo hebben we een beetje gespeeld en zo komt er dus een modaal venster. We kunnen al een klein beetje met JavaScript overweg. Nu moeten natuurlijk dingen netjes worden geautomatiseerd.